Yo, VacuGamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA 4, hier op VacuGames. En jongens, de vorige keer was het vet romantisch voor Nico. Hij heeft een chickie, hij is op een allereerste date geweest op een bowlingbaan. Ze hebben twee ballen gegooid, toen was Nico wel weer klaar met zijn date. Want Nico is namelijk een gozer die ervan houdt om dingen gewoon heel snel te doen, weet je wel. Snelle date, snel mensen platrijden, dat is waar hij van houdt. En ik wil eigenlijk vandaag met jullie gaan kijken of dat we weer naar Roman kunnen. Want Roman, die schijnt weer een of andere klus. Mag ik deze auto hebben, please? Ik heb geen zin om te lopen. Geef auto. Oké, snij ik een stukje af. Jij gaat toch naar links. Geef auto. Roman is... Rustig aan. Roman... Dan deze waar, is toch beter. Roman heeft hier een klusje voor ons. En we kunnen natuurlijk niet de hele dag bezig zijn met de chickies. Hè. We moeten natuurlijk wel ook onze neef helpen. Want dat is uiteindelijk... Beter wagentje dit. Roman is uiteindelijk natuurlijk onze enige familie hier. Dus we moeten af en toe gewoon een beetje moeite voor hem doen. Het is niet anders. We zullen het moeten doen zoals het is. En ik vind het eigenlijk nu al jammer dat ik deze auto zo meteen kwijt ben. Dus ik ga hem gewoon hier parkeren. Misschien dat ik hem zo meteen mag houden. Dat zou leuk zijn. Dat is wel een lekker wachtje dit. Strakke bak. Hoppakee. Roman, jongen. Wat heb je te melden? Wat heb je te zeuren? Wat heb je te zaniken? Wat heb je te zeiken? Easy fair. Oké, dat is fijn. Als dingen easy zijn, hou ik het ervan. Forget about it. Ze durven wel hoor. Alleen Vlad is wel echt een irritante vent. Die probeert constant het chickie van Roman af te jatten. En dat is zonde, dat is sneu. Hoort niet. Je hoort niet het chickie van een ander af te pakken. Koffie? Zie ik eruit alsof ik een koffiedame ben? Relax man. Dude! Hij heeft geen respect voor mijn supercoole groene broek. Hij zegt echt, nou die supercoole groene broek, die komt uit 1985. Is niet aardig. Nico is heel modieus en heeft heel veel gevoel voor stijl. Wat Vladdy Boy ook zegt. Nee, dat heeft hij niet, Roman. Roman heeft heel veel dingen. Problemen, slechte humor, maar geld? Nee, heeft hij niet. Natuurlijk. Ja, Nico zal het weer eens een keer op moeten lossen. Nico moet het toch altijd oplossen? Tuurlijk, broer. Dat kunnen we doen. Dat is een oplossing. Een paar favors. The phone's ringing. Hallo? Hey. Mama? Ik los het wel weer op. Nico Bellic, oplosser eerste klas. Jermaine. Rotterdam Heuvel. Prima. Hé, hey, daar wonen mijn chickie ook. Op Rotterdam Heuvel. Toch? Daar heb ik de vorige keer heb ik zo'n waypoint naartoe gezet. Rotterdam is the place to be. Blijkbaar, I guess. Rotterdam. Get in Roman's car. Waarom? Ik wil mijn andere autootje. Die was zoveel beter. Oh, heb ik eindelijk eens een keer een goede auto? Is het weer niet goed? Ik had er... Jeetje, rustig aan. Ik had er beter die auto nemen. Die is veel beter. Veel betere taxi. Alhoewel, er zit geen dak op. Dus mensen krijgen het wel koud. En het is avond, het is donker. Dus op zich, nou, dan snap ik het wel. Alleen deze auto is echt niet voor uit te branden. Die andere wachtje, die ging wel. Dat was echt toet toet, pep pep, njing njing, broem broem. En deze auto is echt weer dat slagschip, weet je wel. Dat echt niet voor uit te branden is. Met die draaicirkel van een halve kilometer. Als je deze auto de bocht om wil sleuren, dan kan je beter 6 kilometer van tevoren beginnen met draaien aan het stuur. Want anders red je het niet. Jermaine. Woont hij hier? Hier woont Jermaine. Oh, rustig Nico. Rustig, je kan ook gewoon even aanbellen of aankloppen of wat je ook wil. Jermaine, vriend, waar moet jij naartoe? Jermaine, waar moet jij nou heen? Jermaine moet ik het op. Sorry voor de vuilnisbakken. Masterson Street. Oké, dat kan ik. Masterson Street. Dat klinkt als een straat in de buurt van waar we vandaan kwamen. You can trust me always. Als Nico één ding is, dan is het betrouwbaar. Betrouwbare gozer.
Ladies man, dat is Nico zeker. Nico houdt wel van de chickies, ja. Absoluut. Nico is die vent die van de chickies houdt. Die af en toe op van een van hun onderbroeken koud staat. Moeten we er hierin? Dit ziet eruit als een betrouwbaar achterstandsbuurtje. Dit is echt... En dat is zo gek. Kijk hoe betrouwbaar deze buurt eruit ziet. Anyone seen performing a crime? We'll gain a wanted level. Ik heb maar geen crime. Ik ben taxichauffeur. Nou. Ik deed helemaal niks verkeerd, broer. Get the cops off our tail. Ik deed helemaal niks verkeerd. Ik ben een taxichauffeur. Jeetje, rustig. Rustig aan, jongens. Politie in Amerika, jongen. Stel dat je cowboys. Niet meteen schieten. Hoppa, mooi bochie, Nico. Jongens, doe even een like voor dat sprongetje. Dat zag er echt wel behoorlijk nice uit. Escape the flashing zone and keep a low profile. Oké, dit is niet echt de plek om te zijn. Oh, nee. Weet ik veel wat I'm doing. Ik probeer ook maar wat. Ik speel treintje, dat is wat ik doe. Mag ik er overheen? Uh-oh, verkeerde plek om te zijn. Ik ben Nico Bellic en ik ben een trein. Toet. Unnecessary attention. Er rijdt een auto op de trein. Bam. Dit gaat fout. Als ik zo meteen een trein tegenkom, hebben we een probleem. Jongens, hoe kom ik hier af? Want die trein die heeft allemaal van die dingen aan de zijkant. Uh-oh. Treintje. Nou, kan ik hier langs? Net op tijd. Awesome. Hoe kom ik hier vanaf? Help. Kunnen we hier... Is er echt nergens een plek om hier vanaf te komen? Hebben ze door langs die hele treinbaan van die hekjes neergezet. Dit was niet de bedoeling. Dit was behoorlijk dom. Oké, hier misschien ergens. Misschien dat we er hier ergens vanaf kunnen komen. Je zou zeggen dat je er hier vanaf kan rijden. Dit is de brug. Misschien is dit niet echt een hele goede plek om... van een treinbaan af te rijden. Ik zit trouwens op een totaal verkeerde eiland ook ondertussen. Lose your wanted level. 6-star wanted level? Dat kunnen jullie niet zien, want die zit achter me. 6-star wanted level. No. Rustig aan, jongens. 6 sterren. Omdat ik op een plek ben waar ik niet mag komen. Oké, I'll take it. 6 sterren. Hoe kom ik dan weer in de metrotunnel terecht? Nico Bellic, jongen. En dit is dus... Laat ook maar. Ik ga niet eens meer mijn best doen. Als ik zo meteen de trein tegenkom, ik maak er een einde aan. Aan Nico Bellic en zijn problemen. Ik kom hier nooit uit, man. De bedoeling van een trein is namelijk dat hij op de rails blijft. En dat is met Nico's autootje ook. Ik ga zo wel die cirkel uit als dit zo doorgaat. Nee, we zitten in een tunnel. Kunnen we een 6-star wanted level ontsnappen? Oh, ze zijn weer terug. Oké. They're gone. Nice. Ik heb een 6-star wanted level gehad. En ik ben er ook vanaf gekomen. Dat is best wel knap. Dat is best wel nice. Jongens, help. Rijden hier geen treinen of zo? Ja, snap ik. Als je een trein verwacht, dan komt er zeker een auto langs. Dan snap ik ook wel dat je redelijk in paniek raakt. Misschien moet ik deze auto proberen op te blazen. Misschien dat een idee is. Let's probeer dat. Nico Bellic en zijn totale chaos. Nico Bellic en zijn grote paniek. Hoe krijg je... Gewoon de vraag. Hoe krijg je dit voor elkaar? Dit is gewoon knap wat ik nu voor elkaar heb. Ik zou mezelf 10 punten geven als ik dit nog een keertje voor elkaar zou krijgen. Hij moet wel crashen. Er is ook niks ronds. Of niks rechts om het eraan te knallen.
Misschien als ik die vent kwijt ben, dat hij dan... Goed geparkeerd. What are you doing? Daar ga je nu pas vragen over stellen. What you're doing? I'm getting out of here. That's what I'm doing. Je redt je wel het, Jermaine. Die vent rijdt 25 kilometer door een tunnel. En dan pas gaat hij vragen stellen. Wat ben je eigenlijk mee bezig, man? Oké. Politie overhoop geschoten in 3. Dag mevrouw. 2. 1. Exit. Graag, dank u. Exit. Nico gaat ook een exit van het leven nemen waarschijnlijk nu zometeen. Rustig, jongens! Ik ben gewoon een import-surf die een verkeerde afslag heeft genomen. Jongens, doe chill! Come on! Schiet me dood, please! Goed zo, Nico. Hij is al dood, hoor. Hij is al dood. Rustig maar. Rustig, meneer de agent. Chill. Dit kunnen we nog een keer. Dit kunnen we beter. Emergency exit. Ja, dit kunnen we beter. Dit moet anders kunnen. Easy fair. Ja, zie je? Try again. Ja, hoppakee. Nu doen we het beter. Nu gaan we niet over die zooi rijden. Get in Roman's car. Oké, prima. Let's do this. Helemaal opnieuw. En nu gaan we geen treintje spelen, Nico. Geen treintje, je bent gewoon een taxi. Ik snap dat je graag treinmachinist wil zijn. Maar taxichauffeurs, die mogen er ook best wezen. Dus je bent gewoon een taxichauffeur en geen tjoek-tjoek trein, meneer. Misschien dat hij het dan snapt. Nico die denkt ook van, nou, ik ben in Amerika gekomen. Ik mag hier doen en laten wat ik wil. America, land of the free. Wow. Oké, prima. Maar zo werkt het dus niet, Nico. Ook Amerika heeft zeg maar een soort van regels. Over wat wel en wat allemaal niet mag. Hehe. Gelukkig is het wel overdag nu. Overdag, soort van dag. Dan kunnen we in ieder geval zien wat we doen. Is ook wel lekker. Thanks for coming, Nico. Masterson Street. Oké, en nu gewoon rustig aan, Nico. Rustig aan, Nico. Masterson Street. Hoe komen we zo snel mogelijk bij Masterson Street? Die kant op. Rechtsaf. Gewoon op de weg blijven. Je bent geen helikopter. Je bent geen trein. Je bent geen boot. Je bent ook geen onderzeeër. Je bent een auto. Nico, gebruik hem ook. Kom op. Eén klein stukje. It's all I need. Coole waggie. Wil ook. Ik moet het met die oude domme taxis van Rome doen. Daar gaat mijn motorkap weer eens een keertje. Het zou gewoon leuk zijn als Nico een keer één keer in een auto kan rijden. Zonder dat hij de motorkap ergens achteraan vandaan moet halen. Oké, nu beter ons best doen. Geen helikopters oproepen, Nico. Geen paniek zaaien bij de politie. Gewoon rustig doen zoals het hoort. Oké. Rust. Reinheid en regelmaat. Nico, gewoon chill. Het zijn maar 2 politieagentjes. Die kan je makkelijk aan. Die kan je makkelijk handelen. Ah, prima. Komt goed. I am gonna lose the cops. Wegwezen. Jongens, chill. Ik snap dat die politieagenten boos zijn aan wat ik de vorige keer geflikt heb. Maar doe rustig aan, jongens. Ja, wat denk je dat ik aan het doen ben? Geef mij ook even de kans om überhaupt weg te komen. Hoe gaan we dit doen? Want hoe meer politieagenten erbij komen, hoe moeilijker het ook uiteindelijk wordt om uit die cirkel te ontsnappen. Als ze me zien, dan heb ik zeg maar een groot probleem. Want dan begint die hele cirkel, die centreert zich weer opnieuw. Dus de cirkel uit en dan rustig aan doen. Rust. Rust. Nu geen trein spelen, Nico. Ik weet, sommige volwassen mannen spelen graag met treintjes, maar jij niet. You've lost your wanted level. Take Jermaine to Gibson Street. Oké, Gibson Street. Gibby Gibson. Gibby Gibson, Gibson Street. Geld. Ah, vrij slecht.
The hunt is not started. Oh, jawel. Hoeveel moet ik eigenlijk rijden? Waarschijnlijk ben ik totaal de verkeerde kant op gereden voor deze missie. Als ik naar de andere kant op was gereden, was het veel makkelijker geweest. Want dan was ik meteen in de buurt van mijn doelwit geweest. Dag meneer agent, u zocht mij 5 minuten geleden. Weet u dat nog? Weet u dat nog? Oh, hier is het gelukkig. Ja, hier. En dan linksaf. En dan here we are. Autoparts. Oh ja, dat was de P&S Spray, was dat. Graag gedaan, broer. Alright, P&S Spray. Als we daar nog gewoon meteen naartoe waren gereden, had de agenten me sowieso niet gezien. Zolang ze niet zien dat je naar binnen rijdt, is goed. Dat was namelijk, vroeger was het wel zo. Dat was altijd zo van... Oh, Rome er trouwens weer gelijk. Als de agenten hier de P&S Spray in zagen rijden... En je kwam er met een nieuw kleurtje weer uit. En hadden ze zoiets van, hoe zit dit? En nu als je je erin ziet rijden, dan hebben ze door van, oh ja, daar ben jij. Dus je moet wel zorgen dat ze je niet zien. Lekker. Nou, ook onbeleefd. Als zelfs niet eens Roman de tijd gaat nemen om ons eventjes netjes te woord te staan. Dan denk ik, jongens, dat we deze aflevering hierbij gaan afsluiten. Ik zeg net eventjes rechtsonder, of linksonder, dat Roman ons een like gaf. Ik hoop natuurlijk dat jullie dat ook even willen doen. Mocht je nog geen like achtergelaten hebben op deze video, smash hem er eventjes op. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op Vaco Games, smash dan ook eventjes een klikje op het abonneerknopje. Zou leuk zijn. Ring even dat belletje. Ik weet niet of het toch wel doet tegenwoordig, maar het zou beter zijn als je het wel doet dan als je het niet doet waarschijnlijk. Dus hopelijk, jongens, kan ik hem hier weer parkeren? Ja, netjes. Oké, helemaal top. Hopelijk zie ik jullie dan de volgende keer weer terug bij een volgende aflevering van GTA 4. Samen met Nico en zijn supercoole broek, Unknown Caller. Het is een mysterie. Wie hebben we nog? Nou, Vlad. Hallo. Sowieso dat we Vlad de volgende keer krijgen. I have a work for you. Nou, fijn dat je een werk voor me hebt. Ik hou ook van werk. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En jongens, tot de volgende keer bij de volgende aflevering van GTA 4. Hier op Vaco Games. Mazzel!